Wow, om 8 uur op een zaterdag opstaan voelt nu als keihard uitslapen als je elke dag om 4:15 moet opstaan. Bam, YouTube-verslaving inhalen. Aanraden trouwens, Humble the Poet. Oh, en David Soul Comedy, een van mijn favorites. Niet voor de tere zielen overigens. Het gespje van mijn sandaaltjes was gebroken. Dus ik ben gewoon alle bandjes eraf aan het knippen. This is how you make lemonade from lemons. En nu heb ik slippers. Wat nog makkelijker is met aan- en uittrekken. We gaan met z'n allen op stap. Luna, Saji en Roberto en Cynthia. Die gaan allemaal naar een Ayurvedisch ziekenhuis. Hallo Cynthia. Hi. You're going to an Ayurvedic hospital, right? Yes, we're going yeah. to the Ayurvedic. Ah, okay, okay. You're coming to one too. I'm going to Lulu Mall. Okay. So I'm coming with you on the bus, but okay, I'm you getting... You continue to Lulu Mall. Yeah, yeah. Wow, de bus is vet leeg. Voor een zaterdag? Oh ja, meeste mensen werken op zaterdag, dus dat is wel oké. Okay. Oké. Okay. Hallo Lulu. Oh ja, en hier stap je dus eerst in en je gaat zitten. Dat werkt heel vaak zo in de Aziatische landen. En dan komt de conducteur naar je toe en dan pas koop je een kaartje. Wauw, kijk dat beeld van Gandhi. Hoe cool. Kijk, Roberto en ik zijn weer helemaal netjes aangekleed op onze vrije dag. Je lukt zijn nice. Hij is echt een teddybeer. Ah, super chill. Ik kom meteen ook stappen. Zij gingen dus naar een Ayurvedisch ziekenhuis en ik ga verder naar Lulu Mall. Stel naar beneden. No joke, instappen en uitstappen hier is echt snel. Move. Lulu Mall. Oversteken. Waar? Ik denk daar of zo. Ik weet niet wat het is, maar dit restaurant trekt me zo erg. En nu zie ik hier ook een veg burger en veg cheese sandwich. Ik denk dat ik voor een veg burger ga. Er zitten niet zo heel veel mensen binnen, maar het ziet er wel cute uit. Oh jee, het zijn alleen maar mannen. Nee, ik ga hier niet zitten. Wow, check deze vis. Hij is echt huge. Oh, dit is een parrotfish. Die heb ik in het echt gezien. Maar weet je hoe groot die kunnen worden, joh? Die hebben echt gewoon 1 meter doorsnee in het wild. Wacht. Ik ga eventjes kijken als ik mijn hand erop leg. Kijk hoe groot de vis is. Kijk hoe huge. Hij is zo mooi. Weet je wat het is? Ik had echt dolgraag bij het restaurant willen eten. Het eten klonk super lekker. Maar je voelt gewoon al als je binnenkomt, hoe mensen naar je kijken, of ze willen dat je daar wel of niet bent. En ik zag die gasten allemaal kijken van, ga weg, Lulu Mall. Het eerste wat ik ga doen is even een bioscoopkaartje scoren, want ik weet niet wanneer de film begint. En die films duren allemaal 3 uur en ik moet om 4 uur weer terug. Volgens mij is het nu alweer 11 uur. Ik kan mijn camera dus niet de bioscoop mee innemen. Want ja, er wordt hier blijkbaar heel veel gefilmd en dan worden die films op internet geplaatst en bla bla. Dus je moet je camera gewoon afgeven in een soort van, een soort garderobe-achtig iets. Het is gewoon veilig, maar ja, ik kan je dus helaas niks van de film laten zien. Zowel de vorige keer als deze keer heb ik meegemaakt dat er een man achter me stond die me aantikte van, mag ik voor? En elke keer zei ik, nee, dat is gewoon mijn instinct. Ik heb zoiets van, ja, als je gaat voordringen, ga dan gewoon voor me. Dat maakt niet uit, daar ga ik niks over zeggen. En het is druk vandaag. Niet ultra druk of zo, maar wel gewoon echt heel veel mensen. En I like it. Oh, trouwens, die jongens en die man van vorige keer, die worden echt niet boos als je nee zegt dat ze niet mogen voortdringen. Ze vragen het gewoon en als je nee zegt, dan is dat prima. Oeh, Costa Coffee. I love Costa. Nog meer dan Starbucks, moet ik zeggen. Hun chai latte is amazeballs, dus dat wil ik straks wel. Ik heb een McAlu Tiki burger meal genomen met kaas, Sprite. Ik drink echt oprecht nooit frisdrank. Alleen ik heb er nu zoveel trek in. En frietjes. Nee, serieus, het kan gewoon niet dat ik niet nog 3 of 4 keer naar de Mackey hier ga ofzo. Want ze hebben nog de veg pizza puffs, de paneer pockets. Dit is echt onmisbaar in India. Ik heb hier zoveel flesjes van mee. Oké, dit is hem dan. De McAlu Tiki burger. Alu betekent aardappel, dus dat is wel gewoon een vegetarische burger. Vet lekker, alsof je een curryburger eet ofzo. Het is echt heel lekker. Gewoon een super smaakvolle curryburger en een broodje en de kaas en de uitjes. Ik ga zo daar naar de supermarkt, maar vorige keer werd dus ook tegen me verteld dat ik daar ook niet mocht filmen. Geen idee wat het is hier, misschien veiligheid ofzo, ik weet het niet. Ik zal proberen of ik een paar sneaky dingen voor jullie kan filmen. Ze hebben hier dus mega veel Ayurvedische beautyproducten. Ayurveda is een eeuwoude gezondheidstheorie, mag ik het zo noemen, uit India.
waarbij ze heel veel werken met planten en met, ja, met drie soorten types wat je dan kan zijn. Hier, kijk hoe vet. Herbal hair wash powder. Dus kruidenpoeder om je haar te wassen. Echt vet, ik wil het allemaal uitproberen. Ik ben nog niet eens langs de haarproducten en de zeepjes in de supermarkt gekomen. Het is echt huge. Weet je, volgende keer gaan we wel gewoon een paar uurtjes in die supermarkt alleen hangen. Nu is het tijd voor de film en ik mag je helaas dus niet meenemen. Ik zie je zo meteen na de film. Het was echt een superleuke film. Ik ben naar deze gegaan. En het gaat dus over drie gasten die allemaal een relatie krijgen met een verkeerd meisje. Die ze allemaal gebruiken eigenlijk de hele tijd. Dit is de goedkoopste chai latte die ik ooit in mijn leven heb gekocht. Hij kostte iets van 1 euro, misschien 1,50 of zo. We zitten weer in de bus. Het is nog rustig, want het is nog geen spitsuur. Oké, ik ga je proberen om even een India experience te geven. Stel je voor dat je hier naast me zit. We zitten schouder aan schouder, want de bankjes zijn niet heel groot. Het is hartstikke warm, maar niet vervelend of zo. De bus is bijna vol. Je hoort overal toeter en er lopen overal mensen. Je ziet allerlei kleuren, er wordt volop getoeterd. Stel je voor dat je nu naast me zit, belletje, voor als mensen eruit willen. Vind je dat leuk of niet? Let me know in the comments below. Oh, je ziet allemaal leuke winkeltjes. Kijk wat een mooi plaatje met die zon. Prachtig. Yeah, we zijn weer terug op naar het avondeten bij Saji. Trouwens, ik zie zoveel comments van mensen die zeggen, wow, de yoga gedachten beginnen nu extreem te worden, bla bla bla. Nogmaals, begrijp me niet verkeerd. Ik probeer geen mensen te bekeren, sorry, daar is mijn energie te waardevol voor en mijn tijd ook. Het enige is, kijk, een beautyblogger, die hebben altijd hun favorieten die ze aanbevelen, bla bla bla. En ook bijvoorbeeld als ze nieuwe dingen ontdekken over, weet ik veel, een vette nieuwe mascara of een oogschaduw met superveel pigment. En ik heb dat gewoon heel erg met wetenschappelijke, psychologische dingen. En yoga hoort daar gewoon voor mij ook bij, omdat ik oprecht denk dat als het mijn leven beter maakt, en er zitten misschien onderdelen in die jij voor jezelf eruit kan pakken. Waarom zou ik het dan niet met je delen? Hoe gierig is dat eigenlijk? Dat je iets heel vets ontdekt en dat je het gewoon niet met andere mensen deelt. Nou, ik ben in unicornville beland. Kijk nou, paars, blauw, lichtgeel, daar nog meer paars. Rood, oranje, geel. Misschien woont hier wel echt een unicorn. Of de Care Bears. Hoe heet dat? My Little Ponies, kijk nou, paars huisje. En daarboven ook nog lichtroze. Hoe leuk is dat, met blauw. Unicornville. Dat is India, kijk nou deze mooie bloemen. Awesome. Oh, en ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die wel het heel leuk vinden om over yoga te horen. Dus ja, ik ben heel blij dat jullie zo enthousiast zijn. Oh, kijk nou wat een schatjes, hi. Cuties. Oh, Gorsie. Zo lief. Kijk nou wat een schatjes. It's video. So you can talk if you want to. Hi. Hello, beautiful. Oh, Gorsie, schatje. Het zijn allemaal schatjes. It's video. You can move. You can say hello. Hello. What's your You're name? You're so adorable. What's your name? They're from my YouTube channel. So there in Holland, if you want to, you can say hello in Holland. Hello! Zo adorable. Ze kwamen net op me afgerend. Vet schattig. En ze wonen hier ook in de buurt. So I'm just saying that. You're adorable. Thank you. You like my hair? Yes! Yes! Thank you. Wat een schatje. Ze gingen zelfs een escort geven naar Saji's huis. Omdat ik hier naartoe moet. Kijk, dit is ook unicornville. Mintgroen. Pastelpaars. En limegroen. Unicornville. Oh, de anderen zijn nog steeds op stap. Dus ik moet ook mijn eentje eten. Nou ja, ook prima. Ik heb putu, rijst, bietjes en dal. Hey, dit is wel dope trouwens. Ik heb een vet nachtlampje gevonden. Gewoon de iPhone lamp. Maar goed, de stroom is weer uitgevallen. Yeah, er is weer stroom. Er zitten ook mensen tussen die zo lief zijn en me proberen te beschermen. Die zeggen van, Ivana, kijk uit dat je niet te veel verandert. Dat je die leraar niet te veel een stempel op je laat drukken. La la la. Weet je wat het is? Lees heel even mijn Instagram post over verandering. Verandering is niet slecht. En ik heb een hele sterke persoonlijkheid. Als je me wat langer volgt, dan weet je dat volgens mij ook. Als ik iets niet wil, dan kan mijn yoga leraar me daar nooit van overtuigen. Mini shoplog trouwens. Ik heb dit gewone zeepje gekocht voor mijn handwasjes.
dit Ayurvedische zeepje. Ja, deze leek me wel cool. En een tandenborstel, want ja, dat moet je ook wel eens kopen als je op reis bent. Er zijn ook super lieve mensen waarvan ik gewoon weet dat ze naar aanleiding van deze vlogs en die ook al eerder naar aanleiding van de comments en ook op Instagram hebben gezegd van joh, Yves, trek je alsjeblieft niks aan van de negatieve mensen. Het maakt niet uit. Of ik zou willen dat er niet zoveel negatieve mensen zouden zijn. No, 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 no. In dit geval is het juist supergoed. Want kijk, als iemand iets zegt over, ik vind je zilveren schoentjes verschrikkelijk, bla, bla. Echt, serieus. Ik zit daar gewoon 12 uur in die les. Ik moet die man de hele dag aanhoren, tot vervelens toe. En jullie krijgen daar natuurlijk misschien 5 tot 10 minuten van te zien. Dus ik snap oprecht ook dat er heel veel misverstanden over ontstaan. Ik snap ook dat de mensen van streek raken. Ik kan daar vragen over stellen aan mijn leraar. Maar als ik niet op die comments reageer, dan zijn er misschien mensen die afhaken of die, die er gewoon een heel naar gevoel over aan overhouden. Terwijl het misschien gewoon niet genoeg is uitgelegd. Of terwijl ze daar misschien nog vragen over hebben of iets dergelijks. En als het echt iemand is die gaat zeggen van piep, 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 jij stom mens. Dan ga ik zeggen, hoezo denk je dat? Praat je ook zo tegen andere mensen? Praat je ook zo tegen jezelf? Weet je, je kan mensen altijd een spiegel voorhouden als ze negatief zijn. Waarmee ik overigens natuurlijk niet wil zeggen dat ik op elke negatieve comment ga reageren. Duct tape, ook onmisbaar op reis. Het kabeltje van mijn iPhone-oplader was gebroken. En die draadjes, de elektriciteitsdraadjes, die lagen dus gewoon bloot. Wat vrij gevaarlijk is, lijkt mij. Dus ik heb gewoon duct tape eromheen gewikkeld. Deze kan je gewoon bij de appie halen. Nou, weer de wekker om 4:15. Tenminste, ik snoes altijd. I can't handle. Hij zegt ook dat snoes is slecht, bla bla. No, ik word echt heel chagrijnig als ik niet snoes. Dus, maar ja, morgen weer 4:15 opstaan. Buh, wie van jullie snoest er ook en wie springt er meteen uit bed? There is no future, there is no past, there is only this next breath you take. Inhale. Dankjewel voor het kijken, vergeet je niet te abonneren. Wat rusten en ik zie je morgen.